Brama terug als rechtsback na een blessure. En Koeman kiest centraal voor Martins Indy en De Vrij. Dat betekent een reserverol voor Matthijssen. Links voorin een basisplaats voor Armenteros. Net als afgelopen donderdag in de Europa League. Dan gaan we naar NAC. Daar heeft trainer Goudelje zijn elftal op zijn kop gezet. Bodoor is linksback. Op het middenveld speelt Suk. En voorin zijn Poupon en Verbeek nieuwe namen ten opzichte van vorige week. Ja, de spanning is bijna tastbaar vlak voor de aftrap in de Kuip vanmiddag om 14:30. Het moet en het zal. En NAC zal zich hevig verzetten. En krijgt Ronald Koeman, dat is de vraag, het nu weer aan de gang. Dit is een wedstrijd voor commentator Frank Snoeks. Sarpong. Bal kwijt aan Immers. Pelle. Immers en Pelle. Vorig jaar goed voor bijna 40 doelpunten. Immers staat nog droog. Pelle heeft twee keer gescoord. En hier geeft Pelle de kans aan Immers. Dat was althans de opzet. Maar Immers komt net een schoenlengte tekort. Maar dit ziet er wel veelbelovend uit voor Feyenoord. NAC gebruikt maar een kwart van het veld. En daar groepeert het samen. Je kunt niet zeggen dat NAC nu bestaat uit drie linies. Het zijn er eigenlijk maar twee. Immers. Armenteros. Van de bal gehaald door Suk. Immers. En Ter Auwelaar met een eerste voor NAC. Hachelijk moment waarbij de keeper ook echt moet ingrijpen. Goed weggedraaid door De Vrij van de jagende Poupon. En de bal afgegeven bij Jan Maat. Schaken, Jan Maat. Weer schaken, dubbel 1-2. Pelle en Immers weer voor het doel. Immers even. Maar onvoldoende. Viljena. Ja. De bedoelingen van Feyenoord zijn duidelijk. Een vroege goal. Een NAC vastzet op de eigen helft. De trap van De Vrij, bestemd voor Immers. En hier De Vrij, kopkans van Armenteros en een wonderbaarlijke redding van Ter Auwelaar. Keeper is eigenlijk al geklopt. Zit eigenlijk meer in zijn doel dan dat hij staat. En toch houdt hij de bal, de inzet van Armenteros hier tegen. Zonder geluk vaart niemand wel, dat is waar. En dat geluk was hier aan de kant van Ter Auwelaar. Martin Zindy. Viljena. Ondanks Leurling bereikt hij Jan Maat. En nu bereikt hij Schaken. Zo staat de aanval in de stijgers. Natuurlijk de usual suspects in de aanval. Hier is Pelle, daar is Immers. En nou moet hij er een keer in. Maar Immers wist de snelste route niet naar het doel. En leek te verdwalen in het strafschopgebied. Bakkeleien tussen Poupon en Klaasie. En iedereen, bijna iedereen, wil zich daarmee bemoeien. Ter Auwelaar springt ertussen. En dan is altijd de vraag, wat heeft Makkely gezien? De aanstichters van dit opstootje staan bij hem en krijgen allebei geel. Poupon geel en Klaasie geel. Er ging deze aanval aan vooraf, waarbij Immers niet tot afronden komt. Klaasie zich vergreep aan Buis en dan op zijn donder kreeg daarvoor van Poupon. Twee keer geel, brandjes geblust en vrede getekend. Pelle. Nu moet Makkely toch vooral zijn ogen goed de kost geven. Want er gebeurt nu van alles. Dat net goed afloopt. De ene tackle naar de andere. Het is toch raadzaam, scheidsrechter, om het kort te houden hier. Freekick. Een overtreding op Immers. De dader, Suk. Uit Haarlem, Jordi Klaasie achter de bal.
Pelle, ja, daar is hij. Pelle heeft hierover nagedacht. Wat nu als ik een doelpunt maak? Dan moeten wij een eenheid uitstralen. Niet alleen met de elf in het veld, ook met de anderen. Nou ja, dat zien we toch liever dan de spits die alle aandacht op zichzelf wil vestigen en zijn shirt uittrekt. Het is een doelpunt dat komt als geroepen. Want het offensief leek een beetje over zijn hoogtepunt heen. Het beginoffensief van Feyenoord. Nu is daar dan toch die treffer na 36 minuten. En betoont Pelle zich de leider van dit team in daden en doen. Klaasie. Pelle. En nog eentje. En nu is de spits zelf het middelpunt. De minuut van Graziano Pelle. Een minuut waar Feyenoord al zo lang op wachtte. Zo'n minuut was er niet in Zwolle. Was er niet in Rotterdam twee weken terug. Was er niet in Amsterdam. Niet in Krasnodar. Maar op deze zomerdag in augustus is er wel zo'n minuut waar je je als Feyenoorder aan kunt laven. Een minuut met twee goals van Graziano Pelle. Bodo. Viljena. Nelom. Martin Zindi. Armenteros, oog in oog met Zwets. Armenteros, goede voorzet, Pelle 3-0. Hattrick van Graziano Pelle. Een hattrick onderbroken door de rust, maar wat zou het? Het zijn er drie achter elkaar. Een heerlijke voorzet van Samuel Armenteros, waarbij Pelle alleen maar ja hoeft te knikken. Wat een ideale voorzijde. Je hoeft niet eens te springen, Pelle. Kort hupje. Op het voorhoofd. Kansloze keeper. Drie keer Pelle. Buis. Rydell Poupon. Krijgt de bal voor, maar niemand is daar om af te ronden. Verbeek kan een nieuwe voorzet geven. In de hoop dat hij wel iemand vindt. Zwets, corner. De eerste corner voor NAC. De koppers zijn voorin. Kwakman is daar, Suk is er, Drost. En het is een kopstoot van Buis die daar de Feyenoord-verdediging aan het wankelen brengt. En Suk die de bal uit het doel heeft gehaald. Na zijn treffer. Suk met één beweging van de voet is het. Die scoort. En omdat de vierde zelf de bal uit het doel heeft gehaald. Het is 3-1. Vanuit het niets komt NAC terug. Janmaat. Immers. Alle vrijheid. Niemand in zijn nabijheid van de opponent. Viljena. Kieselhard. Vanuit de heup geschoten. Maar al met al ook wel weer een lekkere bal voor de keeper. NAC wekt geen moment toch de indruk dat het Feyenoord meer pijn zou kunnen doen dan die ene treffer van Suk. Dus hoeft Feyenoord zich niet al te veel zorgen te maken. Het zou nog graag een toegift aan het publiek meegeven. Want eerlijk is eerlijk, de tweede helft is niet veel soeps. Van Beek, Viljena, Pelle, goed gezien, schaken en nu wil Pelle graag de bal terug. Maar die broodjes worden niet gebakken. Gosens,
Het eindsignaal van Makkely bezegelt de eerste zege dit seizoen van Feyenoord. Eén zwaluw, dat wel, nog geen zomer. Daarvoor was de tweede helft te pover. En heel zwaar in deze wedstrijd woog die ene minuut in de eerste helft waarin Pelle alles kon. Ja, is ook de man van de wedstrijd.